Hallo. Dat gelukt het niet. Om Zaalzaten, die plaatsvond op 23 mei 1940, dit jaar 82 jaar geleden. Na enkele moeilijke jaren kunnen we er eindelijk weer een normale editie van maken. En ik ben dan ook bijzonder verheugd u allen in grote getalen terug te mogen zien en terug te mogen verwelkomen in onze lieve gemeente Zaalzaten, Peterstad van het departement Manoeuvre en met het Tweede Gidsenregiment. Er staat vandaag heel wat op het programma. En dankzij de zeer gewaardeerde inspanningen van de Koninklijke Verbroedering van het 2e Regiment Gidsen en het departement van Uver uit Stokken zal deze editie van onze Dag van de Gidsen er eentje zijn om niet vlug te vergeten. Daarnet hadden we al de indrukwekkende bloemenhulde, mede dankzij al die lieve schoolkinderen aan het monument der gesneuvelden en de dodenhulde aan het monument van de 2e Gidsen. En zo dadelijk gaan we over tot de uitgestelde uitreiking van de prijs van het regiment 2e Gidsen 2020 en 2021, gevolgd door een feestelijke receptie en nadien ook nog de gidsenmaaltijd in het klooster. Verder loopt ook nog een heel weekend een tentoonstelling in het klooster met als thema kledijmateriaal gebruikt bij de slag om Zaalzaten in 1940. De plechtige opening van deze tentoonstelling staat straks nog op de agenda. En deze mooie dag afsluiten doen we in stijl met een prachtig benefietconcert van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen. Kurt van Ingen vertelt vanavond het verhaal van onze verzetshelden André Biretz, André de Kolvenaar en Ivan de Kolvenaar. De Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen en sopraansoliste Anneke Luiten zullen zorgen voor beklijvende en sfeervolle muziek. Dit concert belooft nu al een van de hoogtepunten van dit jaar te worden. Ik maak van deze gelegenheid dan ook graag gebruik
om uitdrukkelijk waardering en dankbaarheid uit te spreken aan onze vrienden van de Koninklijke Verbroedering, het Departement Manoeuvre en onze hoofdsponsor voor vanavond, Norseyport. Zonder hun steun was dit niet mogelijk geweest. De opbrengst van ons benefietconcert zal trouwens worden overgemaakt aan het gemeentelijk verbroederingscomité dat de middelen zal aanwenden om Oekraïnse ontheemden die momenteel in Zelzaten verblijven te ondersteunen. Vandaag is immers ook een bijzondere dag omwille van een heel andere reden. Op 14 maart 2006 werd luitenant-generaal Boudewijn Somers door de Algemene Vergadering van de Koninklijke Verbroedering benoemd tot voorzitter. Een mandaat dat generaal Somers ruim 16 jaar met uitzonderlijk veel toewijding en engagement heeft uitgevoerd, waarvoor wij hem zeer erkentelijk en dankbaar zijn. Recent besliste generaal Somers om de scepter over te dragen, waarna kolonel militair administrateur Leon Simons werd voorgedragen als nieuwe voorzitter van de Koninklijke Verbroedering. Wij zijn dan ook bijzonder verheugd dat de Verbroedering er heel bewust voor kiest om deze voorzitterswissel vandaag te laten plaatsvinden hier in Zelzaten. Generaal Somers, Zelzaten en de Zelzatenaren zullen u altijd dankbaar blijven voor uw inzet en uw betrokkenheid. Ik kijk terug op een bijzonder fijne en hartelijke samenwerking. Het overdragen van de voorzittersfakkel betekent echter niet dat we elkaar niet meer zullen zien. U zal altijd als eregast ontvangen worden in Zelzaten en wij hopen nog heel lang van uw aanwezigheid en betrokkenheid te mogen genieten. Oprechte dank voor uw loyaliteit en uw betrokkenheid. En dan ga ik nu meteen het woord geven aan onze vrienden van de Verbroedering, zodat we kunnen overgaan tot de uitreiking van de gidsprijs. Generaal? Hij mocht nog een beetje werken, generaal. Goed dichter. Meneer de burgemeester, geachte generaal, kind van Zelzaten, mensen weten dat misschien niet, maar dat is een kind van Zelzaten, en van de voorde die hier aanwezig is. Dames en heren, de Koninklijke Verbroedering van het Tweede Gement Gidsen heeft in 1982 een prijs gesteld om de aanwezigheid van de gidsen in Zelzaten te bestendigen. Deze prijs wordt in principe jaarlijks toegekend aan een persoon of een vereniging van Zelzaten die een bijzondere prestatie geleverd heeft op sociaal, cultureel, wetenschappelijk of sportief gebied. Dit jaar hebben wij met een inhaalbeweging te maken. Omwille van COVID. En zijn er nu vandaag worden er twee prijzen uitgereikt. En op het einde van het jaar gaat er een derde prijs gewoon de normale gang van zaken voor 2022. Maar vandaag spreken we van 2020 en 2021. De prijs van het tweede reglement gidsen voor 2020 wordt postuum toegekend aan wijle ereschepen Mark Tienbond. De heer Tienbond was een zeer gewaardeerde politicus over de partijgrenzen heen. Hij was gemeenteraadslid van 12 januari 1971 tot 2 januari 1995. Dat is een ganse trek. En sinds 3 januari 1995 was hij schepen tot 22 februari 2001. In de gemeenteraad van 22 februari 2001 werd hem de titel van ereschepen toegekend. Ook als heemkundige was hij een kanjer. De geschiedenis van Zelzaten was zijn grote passie, net als zijn interesse voor de wereldoorlog. Hij was dus een mooie steunpilaar van zijn.
De privéverzameling van de heer Tien Pond was indrukwekkend en zijn kennis gaf hij graag door aan jong en ouder die geïnteresseerd waren in de materie. Ik zou dus nu graag de persoon willen aan wie ik de prijs mag overgeven. En brons in de discipline terug uit. Pink Eyre. Proficiat. Generaal Somers, ik weet niet, u bent de generaal hier, wens u nog het laatste woord. Ik ga heel kort zijn, want de mensen hebben honger. Maar ik heb dat lang gedaan, ik heb dat met veel plezier gedaan. Ik heb veel geweest. Ik kan ze niet allemaal opnoemen. Ja, er zijn er een aantal in aanwezig in de zaal. Dat waren allemaal, dat zijn eigenlijk de toffe gasten die aanwezig zijn in de zaal. Dat is ook de eerste en de laatste, ja. Zelzaad is een fantastische gemeente. De samenwerking is fantastisch. Ik kan vergelijken met andere samenwerkingen, niet alleen met de vergoederingen, maar ook in alle omstandigheden in mijn loopbaan. Zelfs dat is echt een uitzondering en een voorkeur. We blijven
dankbaar daarvoor. En in de hoop dat dat zo blijft. Ja, meer kan ik niet zeggen. Mijn opvolger dat zo best niet er zou kunnen gevonden worden om dat te doen. Ja. Dat is nu al een kolonel. Dus hij kan ook met al 20 jaar meegaan. Ja. En de samenwerking verder uitbouwen. Want dat is eigenlijk de bedoeling. Ja. Dus ik pak daar. Voilà, dat is het. Ik heb niks voorbereid op papier. Normaal gezien is dat een garantie dat het uur lang gaat duren. Okay. Toen ik deze morgen in Ypres vertrok en ik dacht aan de voorzitterswissel van vandaag, dan zijn er eigenlijk spontaan vier woorden die in mijn gedachten kwamen. Dat is fierheid, dat is tevredenheid, dat is nederigheid en dat is dankbaarheid. Fierheid. Ik ben in september 1989 officier geworden in de 2e regiment gids. Ik heb na een eerste periode van een goede 4,5 jaar de rest van mijn carrière gemaakt in de staf. En dat maakt eigenlijk dat 33 jaar later, dat ik nog altijd de zwarte muts met het Amaranthe kenteken van het 2e regiment gids draag. Ik heb nooit een andere operationele eenheid gediend. Als men dan vanuit die eenheid aan u vraagt om voorzitter te worden, wel ja, dan moet je dat niet op een stoel of bakje steken, dat maakt je fierzoets. Je hebt ook tevredenheid. Tevredenheid, omdat juist, en dat is niet toevallig, de voorzitterswissel hier plaatsvindt in Zelzaten. Zelzaten, simpel, waar gidsen thuis zijn. Echt waar gidsen thuis zijn. Maar ook als ik terugkijk naar het begin van mijn carrière, de allereerste keer dat ik moest deelnemen aan een plechtigheid buiten de kazerne in Altenraad, dat was net hier in Zelzaten. Dus je zou kunnen zeggen dat eigenlijk het cirkeltje rond is. Dan komt ook nederigheid. Als je voorzitter wordt, ja, dan is dat niet tot meerdere eer en glorie van jezelf. Dan is dat wat mensen denken dat jij het beste plaats bent om de verbroedering het beste te dienen. En daar realiseer je dat je eigenlijk in de voetsporen treedt van een aantal reuzen, van een aantal monumenten van het tweede gids. En dan word je nederig van. Dat is duidelijk. En tenslotte, dankbaarheid. En dankbaarheid vooral gericht op mijn voorganger, generaal Somers. Die toch ergens nu nog. Een woordje van dank, echt naar u. U bent inderdaad zeer lang voorzitter geweest van de verbroedering. Maar wat nog belangrijker is, u hebt ervoor gezorgd dat de verbroedering eigenlijk die moeilijke coronaperiode is kunnen. We hebben daar net al het monument, de namenlijst gehoord van de leden die ons ontvallen zijn. Die namenlijst is serieus. Maar wat ook belangrijk is, is dat de waakvlam van onze verbroedering, die heb u laten branden. De zijn vereniging die als vereniging de COVID-periode niet overleefd hebben. Die verenigingen bestaan niet meer. Wij nog altijd. En we are back in business. Generaal, dat is vooral aan u te danken. Bedankt daarvoor. En als teken van appreciatie, graag vanuit het naam van alle leden van de verbroedering, had ik u graag een bijgeschenk aan. Dat toont aan dat de verbroedering van de tweede gidsen, het regiment tweede gidsen, levendiger is dan ooit. Dus ik zou zeggen, leven de tweede gidsen, leven het departement manoeuvre, leven Zelzaten. En ik stel voor dat we daar nu op klikken. Thank you.
Ja, weet al deze.